Namens de Raad van Kerken Castricum van harte welkom allemaal voor Kerst op het Plein. Samen met de Bonhoeffer Band en Theater Bonhoeffer. Het is mij een grote eer als oud-docent om op deze plek waar het Bonhoeffer College 45 jaar geleden begonnen is, met nu de eerste rector in ons midden, te mogen staan. En vorig jaar, door toeval, las ik in de krant enthousiaste berichten over Kerst op het Plein in Heemskerk door de theatergroep van het Bonhoeffer. Ik dacht, dat moet hier dit jaar. En ja, het is gelukt. Ze zijn er. En wat heerlijk dat we dit in Castricum, ons dorp, mogen meemaken. En we willen graag beginnen met community singing. En we zingen, wat we eigenlijk al gedaan hebben, komt allen tezamen. De Bonhoeffer Band. Community singing gaan we kijken en luisteren naar het spel der engelen. Heading out, show me where we're heading out.
Hebben jullie dat gehoord? Nee? De chef is ontevreden. Althans, dat is wat ik van Lucifer heb gehoord. En een ontevreden chef, dat is een tevreden Lucifer. Daarom willen we de chef het liefst graag ontevreden houden. Alleen, we weten niet waarom de chef ontevreden is. En dat is waarom ik hier ben. Mephistopheles, hij die het licht schuwt. Vermomd als barman slik de knechten van de chef eens wat te zuipen geven. En als de tongen hem wat losser worden, dan horen we snel hoe en wat. Is Gabriel al? Nee, mijn heren. Kan ik u iets drinken inschenken? Doe maar iets fris. Raphaël, ik heb een fantastische wijn op voorraad. Die moet je proeven. Ja. Kijk eens aan. Stipt op tijd. Kom mee, jongens. De chef wilde ons spreken. Ja, en dat heeft hij een half uur geleden al gedaan. Althans, met ons twee. Jij was bezig met iets heel belangrijks, geloof ik. Mijne Gabriella, kan ik u wat iets drinken inschenken? Een dubbele whisky graag. Ja. Dank je. Tja, Michael, mijn agenda weegt lood en loodzwaar van alle afspraken en vergaderingen. Echt, als jullie eens wisten hoe druk ik het heb. Ja, en hoe is het met je wekker? Ik zag je vlak voor de vergadering zo schattig liggen slapen dat ik het echt niet aandurfde om je wakker te maken. Ja, ik had gisternacht een heel belangrijke vergadering en ik heb ook mijn slaap nodig. En ja. Oh ja, we begrijpen je helemaal, Gabriel. Maar nou even goed opletten, want ik vertel het geen twee keer. De chef is niet blij met hoe de mensen op aarde leven. Ze bedenken allerlei poespas, terwijl ze niet weten waar het allemaal echt om te doen is. Daarom is hij van plan een mens op aarde te zetten die de andere mensen vertelt hoe ze moeten leven. Hoe wil hij dat doen dan? Hou je kop nou even, dan kunnen we het uitleggen. Er is één vrouw op aarde die de perfecte genen heeft om deze bedoelde baby op aarde te zetten. De chef zal zorgen dat ze zwanger wordt. En als het kind is opgegroeid, zal het vertellen hoe de mensen moeten leven. Snap je het? Ja, maar wat hebben wij hiermee te maken? De vrouw, Maria geraamd, is verloofd met een zekere Jozef van de familie David. Maar als Jozef en Maria seks hebben, worden de goede genen van het kind bedorven. Dan wordt er geen profeet, maar een gewoon kind geboren. En dat mag dus niet gebeuren. En wie gaat hem vertellen dat ze geen seks mogen hebben? Michael en ik hebben overlegd en zijn tot de conclusie gekomen dat jij daar het meest geschikt voor bent. Wat? Waarom? Omdat je dat zo ontzettend goed kan. Maar ik heb het al zo druk. Druk met niets doen, ja. Oh ja? En met wat voor cruciale wereldvraagstukken houden jullie je dan zo al bezig? Wij lossen andere problemen op, die zich ongetwijfeld gaan voordoen bij de geboorte. Maar er staat ook een leuke kant aan het werk. De chef heeft een jury aangesteld die ons gaat beoordelen op hoe goed wij als taken verrichten. En degene met de meeste punten krijgt... Oh, mijn chef! Ik wil u absoluut niet met die zaken bemoeien, maar wat is die prijs? Dat gaat je niks aan. Wacht, was dat van die prijs echt waar? Voor zo'n prijs zou ik de hele wereld 9 maanden lang persoonlijk hun seks onthouden. Natuurlijk is het waar wat ik zeg. Maar je hoeft ze niet voortdurend op de lip te zitten, hoor. Je moet het gewoon leuk brengen. Het is een eer om het kind van God te dragen. Ja, dat weet jij, dat weet ik. Maar hoe breng ik het aan hun verstand? Ah, dat komt heus wel goed. Geloof een beetje in jezelf. En ga nu maar voordat je daar ook nog eens te laat komt. Wens me succes. Succes! En, mijn trouwe vriend, is er nieuws? Reken maar. En als het klopt wat Michael zegt, dan liggen er een hoop goede kansen voor ons. Of beter gezegd, slechte kansen. Fantastisch. Vertel me alles. Find a place.
Kijk eens aan. Maagd Maria krijgt een kindje van de chef. Jozef. Zijn vrouw krijgt een kind dat niet eens van hem is. Snee. Maagd Maria. Dat is het. Maagd Maria. Als Jozef nou gewoon zijn dierlijke driften op gang krijgt... Hè? En zijn mannelijke charmes in de strijd gooit, dan is het gauw gedaan met die maagd, Maria. Ja. Slim. Lucifer, slim. Ja, tijd voor een testosteronboost. Jozef, hier spreekt je gezond verstand. Jozef. Het is tijd om je mannelijkste mannelijkheid in jezelf naar boven te halen. Het heeft lang genoeg geduurd. Jozef, sta op. Goed zo. Jozef, kijk nou eens naar dat vrouwtje van je. Wat denk je nu? Jeetje. Wat ben jij al lekker ding? Ja. En dit... Zei je iets? Nee. Ja. En dit zegt zij niet. Maar Jozef... Zij wil jou. Zij verlangt naar jou, Jozef. Zij wil jou. In haar stoutste dromen denkt ze... Jozef, hou vast. Jozef. Dat wil zij. Van jou. Jozef. Ja... Het moment om toe te slaan is eindelijk gekomen. Je hebt lang genoeg gewacht, Jozef. Pak haar vast. Gaat het wel, Jozef? Moet je anders even gaan liggen?
Ja. Maria. Jeetje. Jeetje. Ik hou van je. En het is tijd. Het is tijd om de volgende stap te nemen in onze relatie. De chef kan niet bij helpen. Hij heeft ons de taak gegeven om dit op te lossen. Jongens, kom dan rustig. Rustig, we verzinnen wel wat. Maria moet maag blijven, anders gaat het hele plan naar de hel. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that maybe. Je moet wel toegeven, die gast heeft stijl. Let's talk about sex. Go rossen, go rossen, go rossen. Doe dan toch iets. Ik kan toch niet zomaar naar binnen stappen en zeggen: hé, hey, Maria, hou je nog even in, want je krijgt zo'n kind van God. Maar dan moet je wel maag blijven. Niet. Nee, Jozef mag er niet bij zijn als ik dat zeg. Joh, als iemand moet iets doen om twee uit elkaar te houden. Ik ga wel. En wat ga jij doen? Mijn geniale ik tonen. Heb jij die dan? Huh? Jozef. Kijk eens. Wat is dit? Kom maar, dat is voor jou. Kom maar pakken. Ja, dat is voor jou. Sorry. Kom, wat is dat? De nieuwste editie van het breiboek. Ja, ga maar zitten. En ga maar breien. Oké, gaps. Jouw beurt. Denk één punten. Hi. Een engel. Ik ben de engel Gabriel en ik kom met een belangrijk bericht. Jij zult het kind van God baren. Ik, moeder van het kind van God. Waarom ik? Dat weet ik niet. Dat stond hier als goed is ergens. Ja, waar? Goede genen. Maar als ik straks zwanger raak, Jozef, hij zal denken dat ik... Rustig, wij fixen dat. Hey, Jozef. Luister, ik moet je wat vertellen. En ik weet dat je dit niet leuk gaat vinden. En misschien ook wel helemaal niet gelooft. Maar je moet dit geloven. Ja, natuurlijk. Ik geloof je altijd. Zelfs als dat je zwanger bent. Ja, daarover. Nou, ik sprak iemand. Oh, wie? De engel, Gabriel. Zij zei mij dat ik zwanger was van God. Wat? Sorry, wacht even hoor. Jij bent zwanger van God. Ja. Ik laat je wel even met rust. Pam, 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 pam. Ja, het is wat je denkt dat het is. Inderdaad, Maria gaat vreemd met een andere man. En ze heeft niet één. Niet één? Niet twee. Niet twee? Maar liefst drie buitenechtelijke kinderen. Plus een chocoladebruine labrador genaamd Rover. Oh. En ja, het is niet leuk voor jou. Maar ze zijn wel heel gelukkig samen. Dat komt tegenwoordig toch niet zo heel vaak meer voor. Gelukkig bij hun wel. Leuk, hè? Nee, helemaal niet. Meneer is mijn vrouw. Maar Rover is toch wel leuk? Met zijn bruine kwispelstaartje. Oké, eigenlijk... Nee. Het was onze droom om samen een gezin te stichten. Maar het heeft zij nu verpest. Weet je wat? Nu kan ze opflikkeren. Nou. Ik kijk er nooit meer naar, als ze dat maar weet. Ja, dat zou ik ook doen. Jozef, you go, wat? Girl. Wat? Oh, dus wie met Gabriel? Ja, hoe wist je dat? Naambordje. Ja. Maria, jouw vrouw, spreekt de waarheid. Wat? Maria's kind is echt van God. Ga snel naar haar toe om haar te beschermen. Maria? Waar ben je? Maria? Jozef? Heb je erover nagedacht? Ja, ik heb erover nagedacht. Weet je wat? Ik geloof je. Zelfs al ben je zwanger van God. Ik blijf bij je. En ik blijf van je houden. Oh. Jongens, het is weer zover. Happy hour! Ja!
is weer bijna belastingtijd. En dat betekent dat geld moet rollen. En natuurlijk het liefst mijn kant op. Maar ik heb zo het gevoel dat die provincieleiders mijn geld in hun eigen zak steken. En wat het is, ik kan natuurlijk moeilijk mijn hele rijk doorreizen en dat gaan controleren. Nee. En waarom niet, keizer? Waarom zou u al die mooie, glanzende, welverdiende munten die aan u toebehoren, waarom zou u die in de zakken laten verdwijnen van uw hebzuchtige dienaren? Nee, zo'n volkstelling lijkt me eigenlijk wel een uitstekend idee. Groot goden, wie bent u? Please allow me to introduce myself. Ik ben Mercurius, god van de handel. Hoog verheven boven slaven, soldaten en priesters. En zelfs boven een patent uitziende keizer als Augustus. Maar wat een eer dat u aan mij verschenen bent. Ja. Ja, nou, zo kan hij alweer. Ga jij nou maar richten op die volkstelling? Ja. Ja. Je wilt toch niet daadwerkelijk dat ik heel mijn rijk ga doorreizen om gewoon... Nee. Jij gaat niet naar de mensen toe. De mensen komen naar jou toe. Ja. Maar je wilt toch niet daadwerkelijk dat ik iedereen naar Rome laat komen? Nee. Dat is wel een punt. Ja. Nee, wacht. Iedereen heeft natuurlijk een plek waar hij geboren is, hè? Ja. En als jij nou zegt tegen die mensen, ga naar die plek toe, en dat daar dan vervolgens, hè? Ja. Ja, natuurlijk is het dat. Natuurlijk. Ja, ga maar regelen. Meneer, heb je dat gehoord? Dus voor die volstelling moeten we dus helemaal naar Bethlehem moeten. Jozef, zover kan ik nog toch niet gaan lopen. Ik ben zwanger. Ik weet het, oké, maar ik weet toch ook niet wat we moeten doen. Ik bedoel, ik heb geen geld om mijn rijdier te kopen. Nou ja, hier blijven ze ook geen optie, want dan worden we vermoord. Ik denk dat we alleen nog kunnen hopen op een wonder. Oh, jeez. Hey, Jozef. Kijk eens. Wat een lieve ezel. Ik wou dat wij zo'n beestje hadden om ons te dragen. Tja, dat zou een hoop moeite schelen, maar... Kom op, dat beestje is natuurlijk eigendom van... Mania, die ezel die heeft geen touw om zijn nek. Het is dus weggelopen. Maar, nee. Weet je dat wel zeker? Ja, kijk dan. Oh, dank u God. Dit is het wonder wat we nodig hadden. Jozef, dat kunnen we niet maken. Oh god, dit gaat de verkeerde kant op. Doe dan niet! Wat dan? Ia. Jozef, hoorde je dat? Dat ezeltje balkte 3 keer. Zou dat een goddelijk teken kunnen zijn? Dat weet ik niet. Ja, dat is het. Raphaël balkt nog eens 2 keer, 3 keer achter elkaar. Als het echt moet. Ia. Ia. Ja! 3 keer 3. Dit moet wel een goddelijk teken zijn. Dus nu vindt het ineens wel goed? Ja. Het lijkt erop dat God haar gezonden heeft. Helemaal top. Kom, dan gaan we. Lees ik nog goed.
coming out of the ceiling, falling from above, falling in and out of love. A broken heart is still beating, in and out of time. Hold your body next to mine, you know, but you can't stop the bleeding. Sing to yourself and hold on, 'cause everybody's on the run, everybody's on the run. We komen hier met een ernstig bericht. Hoezo? Wie bent u? Er zijn mensen naar u onderweg die het gezag van de koning willen ondermijnen. Wie bent u? We komen in opdracht van de koning. Heeft de koning gezegd dat u mij moet beschermen? Als hier een echtpaar komt om u om onderdak te vragen, moet u hem weigeren. Meneer, hoeveel echtparen denkt u dat u dan niet krijgt per dag? Bethlehem loopt over. Nou, dit specifieke echtpaar is herkenbaar aan de zwangere vrouw. En ze draagt altijd blauw. Maar ik kan toch geen zwakke vrouw weigeren? Nou, nee, maar denkt u eens aan alle ongemakken die het u gaat opleveren? Hè? Aan het geschreeuw, geluidsoverlast, bloed, medische hulpverlening. Nou ja, die lakens die kunt u straks gewoon weggooien. Ja, precies. Ik bedenk me eens dat mijn herberg al volgend nou, is. Voilà. En als ze hier komen, dan moeten ze maar gewoon doorverwijzen naar een andere herberg.
die is er niet. Ah, nee. Nou, als ze hier maar niet binnenkomen. Precies. Prima, wat u wilt, ik ga weer aan het werk. Mooi. Een Bloody Mary zou er trouwens wel ingaan. Oh, een Bloody Mary voor meneer hier? En doe er gelijk ook nog maar een portie bitterballen bij van de zaak. Oké, hier moet zijn. Hallo, we zoeken een plek om te overnachten. Vol. Nah. Maar ziet u nou welke toestand mijn vrouw zich bevindt? Vol. Oké, misschien het schuurtje achter uw herberg. Vol. Oké, prima. Weet u dan een andere plek waar we naartoe kunnen? Oh. Mijn vrouw gaat wel zo meteen bevallen van ons eerste kind, ja? Meneer, ziet u niet in welke toestand ik ben? Ik heb druk. Goeiedag. Hoe kunt u? Ongelooflijk. We kunnen beter gaan. Oké, misschien hebben de herders wel een plek voor ons. Jozef, zo ver kan ik toch niet meer lopen. Oké. Misschien als we dan nog... Wacht. Ik kan jullie helpen. Oké, laten we beginnen dat jij eerst even zegt wie je bent. Oh, ik ben uw beschermingoffer vanavond, Michael. En hoe weet ik dat u ons naar een veilige plek zou brengen dan? Mijn collega Gabriel heeft u toch ingelicht over de bevalling? Nou, uw collega Gabriel, die heeft geen datum, plaats of tijd genoemd, hoor. Weer niet volledig dus. Verderop is een stal met een krib voor de baby. Een stal? Wat een armoe. Jozef! Het gaat hier om de zoon van God die geboren gaat worden. Oh, het kraambezoek weet er ook al van. Kraambezoek? De herders, ja. Ze liggen in het veld nu. Maar zodra ze mij horen zingen, weten ze dat ze mogen komen. Oké, het zal wel. We moeten nu eerst naar een veilige plek toe. Was! Kom, we gaan. Look here, there's something to know. I'm not like others, this needs to go slow. Got things on my mind. Visions to make and gold dust to find. It's not you, it's definitely me. Got dreams to believe in and bright lights to see. No sparks, starting to doubt. I've got the feeling that this won't work out. I'm digging, don't want you by my side. Me and my records all alone feels right. But I'm digging, need to grow, have to push. Flicking through vinyl, I'm feeling the rush. In the sound, don't have the feeling I'm hanging around. I'm digging, don't want you by my side. Me and my records all alone feels right. But I'm digging, need to grow, have to push. Flicking through vinyl and feeling the rush. I dig for that one and I open the hunt. It's taking all day from the back to the front. I'm digging and digging. You know, sorry, baby, but I'm digging. Ooh, ha, ooh, ha. Grow, have to push, flicking through.
final, I feed in the rush. I dig for the one and I open the heart. It's taking all day from the back to the front. I'm digging and digging, you know. Sorry, baby, gone digging. Wij, vrouwen Herodes, wij komen hier met een ernstig bericht. Spreek, mijn onderdaan. Er gaan geruchten dat er een koning der Joden zou zijn geboren. Geruchten zijn geruchten. Die zijn er altijd wel. De mensen denken ook dat er engelen bestaan. Ja, maar de geruchten gaan ook dat deze koning der Joden uw hele rijk gaat inpikken. Het hele Romeinse Rijk. Het hele Romeinse Rijk, ja. En alle tempels gaat verwoesten. Allemaal. En uw man gaat inpikken. Allemaal. Dank van de Juri, Danny, Wouter, Robin, Jasper. Vincent. René, Luc, negen. Had ik jou iets gevraagd? 10, natuurlijk. Ja, allemaal! En ze zullen zelfs de wifi-verbinding in uw hele paleis blokkeren! Bom! Wat? Dat kan echt niet! Waar is dit gebeurd? Dat laat ik zien niet. Ja, het punt is met deze koning der Joden, hij is net geboren en we weten niet wie die is of waar die is. Oh. Nou, wijs me de weg, dan klaar ik het klusje zelf wel. Nou, er worden nogal veel baby's geboren in uw rijk. Ja, best wel veel. Best wel aardig wat. Een optie zou kunnen zijn, ik noem maar wat hè, puur hypothetisch. Ja. Als alle kinderen nou eens zouden verdwijnen. Dat je pas echt van de wereld kan verdwijnen als je dood bent. Heeft je moeder je ook verteld dat je wel eens je mond moet houden? Briljant! Ik laat al die baby's verdwijnen door ze te laten doden! Hey, ja! Nee! Ja! Nee! Is dat niet misschien een heel klein beetje heel erg lastig? Voorkomen is beter dan genezen. Wachters, hierbij beveel ik jullie ervoor te zorgen dat alle pasgeboren baby's worden afgemaakt! To thrive on, free the mind that lost the battle. You need a lie to justify. Go down, ready or not, you will go down. Ready or not, you will fall on solid ground. You will go down, ready or not, you will go down. Ready or not, you will fall on solid.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but I committed no crime. I had mistakes, yeah? I've made a few. I had my head kicked in the sand, but I have come through. It's about to get holy, holy, holy. We are the champions, my friend. Pom, pom, pom. And we'll keep on fighting till the end. Pom, pom. Ja, funny to the end is goed, maar ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Wat wil je eerst horen? Doe eerst het goede nieuws maar. Goede nieuws is dat vele baby's zijn vermoord in Bethlehem. Het hele land is in rep en roer. Dat is geen goed nieuws. Dat is slecht nieuws. Het slecht nieuws is goed nieuws. Je hebt nog veel te leren. Nou, het slechte nieuws of het goede nieuws is... Jezus zat daar niet tussen! Bezig waren, het spel der engelen, is symbolisch voor hoe het momenteel in de wereld in mijn schepping gaat. Tegenwoordig is alles een wedstrijd. Het gaat erom wie de beste, de snelste, de slimste of de handigste is. Het draait wel alleen om de winnaars, maar dat draait het bij mij niet om. Jullie konden denken dat ik een wedstrijd tussen engelen te organiseren, is mijn raadsel. Want waar het bij mij om gaat, is het tot hun recht komen van alle mensen. Ik ben juist voor de verliezers op deze wereld. Ik ben er voor de mensen die niet meetellen, verward zijn, bang, bedreigd, vernederd of zelfs vermoord worden. Jullie spel, het spel der engelen, is het spel der mensen. Want wie hier op aarde groot is, is dat niet per definitie bij mij. Degene die uiteindelijk het verschil zal maken, die laat zien wie ik ben, is Jezus. Daarom heb ik Jezus naar de aarde gestuurd. Mijn zoon. Hij wil laten zien dat het in het spel van het leven uiteindelijk gaat om de liefde. Liefde is voor anderen als een overwinning dat alles goed maakt. Dat uiteindelijk zelfs de dood zal overwinnen. Vertel dat maar aan de mensen in Kastrikum. Yes. The land of the free.
Thank you.